We staan hier in Heilo. Kunt u vertellen wat hier is gebeurd? Ja, zo omstreeks 10:30 is er een grote brand gemeld aan de Geertruidstraat Kerk, als ik het goed heb. De brand is vrij groot, ook opgeschaald, omdat het midden in een woonwijk staat, maar geen blendende panden betreft. En de brandweer is op dit moment bezig met het inpakken van de brand. Grote brand, is er nog instortingsgevaar? Ja, er is zeker instortingsgevaar. Sterker nog, een gedeelte van de kerk is al bezweken. Ongeveer 20 minuten na de eerste melding is de kerk bezweken aan de oostelijke kant. En zijn er nog woningen ontruimd? Nee, zover wij weten, dat kan ik u ook mededelen, zijn er nog geen woningen ontruimd. Het wordt wel geadviseerd aan de mensen om binnen te blijven, raamdeuren te sluiten. En was er veel rookontwikkeling? Ja, er is zeker rookontwikkeling. Dat is ook de reden waarom geadviseerd wordt aan de mensen om raamdeuren te sluiten en ook niet meer buiten te komen op dit moment. En zijn er nog extra gevaarlijke stoffen vrijgekomen? Nee, er is niks bekend over extra gevaarlijke stoffen. Er worden op dit moment wel metingen verricht. Maar daar heb ik nog geen informatie over gekregen. Is er al iets te zeggen van de oorzaak van de brand? Nou, over de oorzaak is nu op dit moment zeker nog niets te vertellen. Daar zal nader onderzoek naar gedaan worden. Want het was een leegstaande kerk? Ja, het is een leegstaande kerk. En zover ik begreep heb ik tot voor kort ook nog wel in gebruik als expositieruimte. Maar wat op dit moment de gebruikshoek van de kerk is onbekend. Nou, wat gaat de brandweer nu nog doen? Nou, op dit moment zijn ze nog steeds volop bezig met nablusswerkzaamheden. Er worden metingen verricht. En dat zal duren totdat het seinbrandmeester wordt gegeven.